De aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo van gisteren is het gesprek van de dag. Ook alle kranten in Nederland staan er vol mee. Wij vroegen de mensen op straat hoe zij hier tegenover staan. Nou, kunt u misschien het gevoel omschrijven wat u had toen u de beelden zag? Ja, ik vind het zelf heel erg, maar ik vind het van de mensen in Parijs ook zeer dom om het geloof zo belachelijk te maken via een tijdschrift, een krant. Ja, ik vind dat eigenlijk aan de ene kant een beetje eigen schuld, dikke bult, maar om de mensen dan zo af te slachten en zo tekeer te gaan om mensen echt te vermoorden, dat vind ik wel heel erg ver gaan zelf. Dat vind ik wel heel erg. Ja, dat ziet er gruwelijk uit natuurlijk, hè. Ja. Er zijn eigenlijk geen woorden voor. Het is niet te bevatten dat soort dingen gebeuren. Dus maar ja, het zal wel vaker voor gaan komen, denk ik. Het is dus kommer en kwel. Hè? Ja, ik vind het vreselijk. Dat totaal vind ik niet goed. De hele wereld staat op zijn kop. In elk geval in Europa en Afrika. En daar valt weinig aan te doen. Het kan alleen maar erger worden. Er zijn ook oproepen gedaan om landen die strijden tegen IS om daar aanslagen te gaan plegen. En nu in Parijs is het natuurlijk wel heel dichtbij. Bent u dan ook bang dat het in Nederland gaat gebeuren? Ja, ik denk dat het aan geen enkel land voorbij gaat. Extremisten heb je gewoon inmiddels overal zitten op de wereld. Je kunt het niet uitsluiten. Het kan overal. Het kan hier in Vlissingen ook. Ze zullen het waarschijnlijk, als ze het doen, ergens in een druk bevolkt gebied doen. Maar ja, het kan overal. Europa moet samen zijn en moet overal overkomen dat. En dat kunnen we alleen maar met z'n allen doen natuurlijk. Met z'n allen.